jij geen geslacht hebt, maar je hebt een genderidentiteit, dan val je dus niet op iemands geslacht. Dan val je op iemands genderidentiteit. Ja. Dan bestaat homoseksualiteit dus ook niet meer. Dan heb je dus homogenderiteit. Als een man claimt dat hij vrouw is, nou, het merendeel van die mannen zijn dus heteroseksueel, zijn heteroseksuele mannen. Ja. Dan krijg je een hele grote meerderheid aan trans mannen, die wat heet een trans vrouw, die dan claimen lesbisch te zijn. En die gaan door het leven, door de buitenwereld te worden gezien als een lesbische vrouw op het oog. Op het oog zijn gewoon mannen. Dus ik herken ze als mannen. Ja, sorry. Maar ze leggen druk op vrouwen die op vrouwen vallen. Van jij moet ook op ons kunnen vallen. Dus ze gaan ook op lesbische dating sites. En als jij dus als lesbienne op zo'n dating site gaat, dan is 1 op de 5, als het niet meer is een man. En als je dan protesteert, zegt van ja, hallo dating site, hallo, ik val op vrouwen en ik wil ook gewoon kunnen selecteren dat ik alleen op vrouwen val. Adult human females. Ja. Dan worden ze van die site gegooid. Of bijvoorbeeld, Caroline was met iemand van voor zij, Marieke, ja, bij een bijeenkomst van Amnesty International. Volgens mij ging het zelfs over zelfbeschikkingsrecht of iets dergelijks, of autonomie, of zo'n soort thema. En toen vertelde Marieke dat ze op dating sites hier tegenaan loopt. Is uit die bijeenkomst van Amnesty gegooid, omdat ze transfoob zou zijn.